Ondernemerschap bij vrouwen is fundamenteel voor de ontwikkeling van de toekomst, zegt de voorzitter van Stichting Building Godly Bridges in Suriname, Claudine Crommy, in gesprek met onze redactie. De stichting heeft onder andere ten doel zoveel als mogelijk bewustwording te creëren over ondernemerschap. Zij doet dat voornamelijk bij vrouwen door middel van verschillende bewustwordingsactiviteiten. Crommy onderstreept het belang van goed marktonderzoek alvorens ondernemer te worden, aangezien dit zal helpen om kwalitatief te werk te gaan, wat een garantie is voor het langdurig voortbestaan van zo'n onderneming. En als je een bepaalde richting wil gaan, een bepaald product, moet je tijd stoppen en tijd maken om te gaan onderzoeken. Dat is dus één. Als je dat niet doet, is dat alvast een belemmering of een muur wat tegen je aanloopt. Je kan niet vandaag opstaan en zeggen van, oh ja, ik heb het idee dat ik dat moet gaan doen. En dan spring je maar en je zegt, ik koop een paar bakjes en ik koop een paar labels en ik ga op die markt. Je moet gedegen tijd maken om te zeggen, ik ga onderzoeken. Wat is de vraag? Hoe groot is de vraag? En kan ik met mijn idee iets creatief toevoegen aan wat er al op die markt is? Want laten we een voorbeeld nemen, zoveel mensen verkopen Maizena koekjes. En als het je passie is om Maizena koekjes te bakken, dan kan je zeggen van, hé, ik kan het anders doen. Of ik kan anders op die markt opereren. Het is wel Maizena koekjes, maar ik ga anders komen op die markt. Dat is dus één goede gedegen marktonderzoek doen. Crommy voegt eraan toe dat het hebben van een goed fundament aan scholing de basis is voor succes. Het is belangrijk dat vrouwen onderwijs genieten, ongeacht de situatie, omdat dit in de toekomst voordelig zal zijn bij bijvoorbeeld het opzetten van een onderneming. Niet iedereen hoeft naar de universiteit te gaan. Niet iedereen hoeft arts te worden. Niet iedereen hoeft jurist te worden. Maar God heeft elk een van ons een bepaald talent gegeven. Dat wil zeggen, een mindset, een creatieve mind hebben we allemaal. En die moeten we in werking stellen. Die moeten we gaan gebruiken en gaan uitbuiten. En hoe buit je die uit? Je gaat alvast met je idee, met iemand kan je delen, kan je sharen, een vertrouweling. Ik zeg niet dat je met iedereen moet gaan praten. Zeg, hé, ik denk aan dit doen. Er zijn mensen genoeg, we weten dat mensen niet betrouwbaar zijn. Maar toch moet je als mens, want zolang je op aarde bent, ga je mensen nodig hebben. Toch moet je iemand kunnen vinden in je leven of in je nabije omgeving om te zeggen van, ik ga mijn idee sharen. Het is mooi als je idee of je plan share, je krijgt feedback. En zeker van als het iemand is die ook in de ondernemerswereld al opereert, dan krijg je feedback waarbij je verder aan de slag kan gaan. Je moet afkomen van je angsten en vooral geloof hebben in jezelf, aldus Crommy. Het volledige gesprek met Claudine Crommy ziet u woensdag in ons nieuwsprogramma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.